Erik, gefeliciteerd. Dankjewel. Opening set sensation 2002. Hoe voel je je nou? Je bent net nog heet achter de draaitas vandaag geplukt. Hier naartoe gekomen om even wat te zeggen. Maar hoe voel je je nou? Vertel eens. Ja, hoe voel je nou? Mijn god, het adrenaline knalt wat mijn oren uit. Dat is echt niet normaal. De energie die je krijgt als zoveel mensen. Ik bedoel, je ziet het op de beelden. Het gaat alle kanten op. Overal waar je kijkt staat wit. Staat springen, staat met een hand omhoog. Eng. Ja, maar je hebt veel meegemaakt. Je hebt over de hele wereld gedraaid. Je loopt al lang mee in de scene. Ja. Wat doet het dit nou nog? Ben je nog echt zenuwachtig? Ga je je programma voorbereiden? Wat doe je allemaal? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel echt gespannen was. Omdat je weet, je draait als eerste. Nou, dan wil je... Ik ben al een tijdje discjockey. Dus dan weet ik van, hé, je moet het wel een beetje netjes opbouwen. Je gaat niet meteen vanaf de eerste plaat door het geluid knallen. Want het slaat gewoon nergens op om 10 uur 's avonds. Dus je bent ermee bezig. Ik ben al een week van, nou, wat ga ik dan doen? Ga ik dit draaien? Ga ik dat draaien? En ja, ik ben alleen maar blij dat als ik nu erop terugkijk, dat het is geworden wat ik had gehoopt dat het zou worden. En ik denk dat het, ja, dat was oké, toch? Ik bedoel... Is het dan niet moeilijk om door INT gecreëerde ruimte intiem te maken? Want je houdt van intieme ruimte, je houdt van contact met het publiek. Is het niet moeilijk? Nou, denk je dat ze het goed gedaan hebben hier? Ja, natuurlijk. Sowieso het feit dat je midden in de zaal draait, het feit dat je ronddraait, wat je dus de gelegenheid geeft om elke keer andere mensen aan te kijken. Wat ik altijd wel. Ik ben altijd op zoek naar mensen van, hey, hallo. En ja, ja. Op zoek naar. Op een gegeven moment stonden mensen met glowsticks, stonden een eten te maken. Nou, dat soort dingen, dat vind ik zo fantastisch. Maar ik wil het wel zien, weet je wel. Dus doordat wat er nu gemaakt is, in het midden van de zaal, in een rondje dat je kan draaien en overal naartoe kan kijken. Ja, dat draagt ertoe bij dat je in een immense zaal, hè, laten we wel zijn, je stampt ik weet niet hoeveel duizend man in, toch dat je in het midden staat en toch dat je een beetje, in ieder geval het gevoel hebt dat je de controle hebt erover. Je bent toch het middelpunt? Ja, precies. Maar op het moment dat je, ze zouden je ook achterin de zaal kunnen zetten, maar ik denk dat dit veel beter is. Is het grootste aantal mensen waarvoor je gedraaid hebt? Nou, indoor? Indoor zeker. Ik heb wel voor een heel ander verhaal. 5 mei in Haarlem, bevrijdingspop. Maar dan draai je niet voor housepubliek, maar gewoon voor moeders, kinderen, kinderwagens, alles. Daar staan ontzettend veel mensen. Maar dit is echt housepubliek, indoor sowieso, nog nooit zoveel mensen gedraaid. Wat ga je nu doen? Ga je een beetje checken of ga je... Nee, ik ga naar de VIP-ruimte. Dan mag ik ook draaien. Nou, dat heb ik goed gedaan, hè? Ja, oké. Okay. Dat was hem, Erik Yves, bij ons... Later. Ik bedankt, hè. Ja, gewoon snel.